Dit is de nieuwe Audi R8 Spider. En die hebben jullie al gezien, want Marco heeft er eind vorig jaar uitgebreid mee gereden. En heeft jullie op een geweldige manier verteld hoe die auto aanvoelt in de bochten, hoe die in de toeren jankt. Want dit is de laatste atmosferische supercar die er is, zo ongeveer. Maar tijdens de introductie regende het, dus gedurende de hele video bleef de kap van de R8 Spider gewoon dicht. En daar is die auto natuurlijk niet voor. Het had bijna net zo goed een coupé kunnen zijn. En nu zijn we hier in Monaco en heb ik de kans gekregen om opnieuw met de auto te rijden. Het is veel beter weer. Het is gewoon 20 graden, volop zon. Dus misschien kunnen we er nu toch nog net iets meer van genieten. En als je dan met zo'n auto in Monaco bent, dan ben je eigenlijk verplicht om het rondje te rijden wat de Formule 1 auto's ook rijden. Want dat doet namelijk iedereen hier. Het is echt ongelooflijk. Als je hier nog nooit geweest bent, dan kijk je je ogen uit. Zeker tijdens topmarks. Want het is een komen en gaan van supercars. Mensen rijden hier hard voorbij voor de herrie. En als je ook op de stoep kijkt, het barst overal van de mensen die dat wonder allemaal aan het aanschouwen zijn. Het is echt één grote parade van auto's als dit. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar het klinkt wel heel lekker. En hier vooral in de bocht voor het Fairmont. Ongelooflijk veel mensen staan hier gewoon de hele dag met een camera te kijken naar auto's zoals deze. Maar je ziet het, er zit een NSX voor ons en een TVR daar weer voor. Dat is trouwens wel echt een bijzonder ding, zelfs voor hier. McLaren, Porsche in de gekste kleuren. En achter ons, ook niet onbelangrijk, de 3008 duurtester. En daar de niet meer zo heel originele NSX. En hier zie je een agent die ons even tot kalmte maand. Om te voorkomen dat we al te gek gaan doen. Dus dat doen we dus ook niet. Heerlijk rustig. De tunnel in. Die je kent van de Formule 1 natuurlijk. Stiekem toch heel even. Grijnzende mensen op de stoep, dus we hebben weer iemand een plezier gedaan. Zonde eigenlijk dat we hier niet hard, kunnen, maar ja. Nou, langs de schepen. Dit zijn nog relatief kleintjes eigenlijk, maar you get the idea. Het ligt hier gewoon rijen dik, knetterdure lichtplaatsen ook trouwens. En het ligt hier ook trouwens al klaar voor de Formule 1. Als je hier een plekje hebt tijdens de Formule 1, is helemaal geweldig. En je ziet de tribunes al staan. Dus men is er al bijna klaar voor. Ongelooflijk, wat klinkt dit ding lekker. Het is echt fantastisch. En dat dak open, dat maakt het natuurlijk allemaal nog net iets lekkerder. Ja, hier is die auto toch wel beter in zijn element dan in de stad. Echt fantastisch hoe dat geluid tegen die rotswanden weer kaast en je mede dankzij dat open dak helemaal ten volle van die V10 kunt genieten. En
Hey, je zit gewoon de hele tijd met een enorme dikke grijns op je gezicht. Het is echt fantastisch.